Caroline, jij hebt je vooral bezig gehouden, dat vind ik ook interessant dat je daarover wil vertellen, met, om het maar even ronduit te zeggen, de ontwikkelingen in de verwerking van Dutchpad. Kun je een beetje schetsen hoe dat eigenlijk is gegaan, de verguizing en de rehabilitatie? Is daar iets over te zeggen? Daarna graag iets meer op het persoonlijk vlak. Op persoonlijk vlak? Ja, van nou ja, eigenlijk... Wat inderdaad wat net al aan de orde was toen Dutchpad, toen de enclave was gevallen en de eerste zogenaamde beelden kwamen. Dat was maar heel sporadisch. Maakte inderdaad heel Nederland zich ontzettend zorgen over wat er met onze jongens gebeurd is. We hadden allemaal wel meegekregen dat Ravi van Rensen een week ervoor was doodgeschoten. Dus dat hield eigenlijk heel Nederland ontzettend bezig, ons ook. Alhoewel wij al wel, ook al over Dutchpad 2, al wel wat verhalen hadden gehoord over... Nou, niet altijd even heldhaftig gedrag, laat ik het zo maar zeggen, van de militairen. Toen, ik denk dat de grootste omslag is gekomen. Dat begon eigenlijk met Pronk, die voordat eigenlijk de jongens al terug waren, zei, er heeft hier een genocide plaatsgevonden. En dat onder andere Twan van Nova daar naartoe gegaan is en we in Tuzla aankwamen en zagen wat daar de vrouwen vertelden. En dat je steeds meer gaat realiseren, maar wij hebben met onze neus daar bovenop gestaan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik denk de doodslag voor de beeldvorming is geweest, de terugkeer in Zagreb, waarin we eerst Karremans, die inderdaad, wat volgens mij inderdaad doodmoe en door een hele slechte voorlichter, een hele slechte persconferentie heeft gehouden over de bad guys en de good guys. En daarna de beelden van de hossende, bierdrinkende Dutchbatters. Dat die hele, ja, dat kwam allemaal samen en inderdaad, dat zal Jos wel aanspreken, als je het hebt over beeldvorming, dit was nu wel de allerslechtste beeldvorming die je maar kon hebben. Dan komen ze terug. En dan begint dat door te etteren. En dat is eigenlijk waar ik mij de afgelopen 10 jaar mee bezig heb gehouden. Is ook hoe de defensieorganisatie bezig is geweest om, ja, sommigen noemen het de doofpot, anderen noemen het in ieder geval het weghouden van informatie. En dat zal je ook wel zien in het fragment wat ik graag wil laten zien. Is hoe dat ook op Dutchbed heeft teruggeslagen. Het voortdurend achterhouden. En dan kwam er weer een onthulling. En dan, of het nou over fotorolletjes ging of over lijken die ze wel gezien hadden en die... werden ontkend. Dat heeft heel erg gespeeld. En wat ik in al die gesprekken met jongens heb meegemaakt, is... Ze hadden bijna allemaal posttraumatisch... Nou ja, de meeste hadden posttraumatisch stresssyndroom, waarvan we nu steeds beter weten wat dat is. Het hing heel erg vanaf wie waar gezeten heeft, wat hij gedaan heeft. Er waren jongens die echt heel veel hebben gedaan. Met name de jongens die op de observatieposten zaten. Nou, geprobeerd. In ieder geval... de vluchtelingen te helpen, ja, verzetten, dat vind ik een groot woord, maar in ieder geval hebben geprobeerd om de vluchtelingen te helpen, die de vluchtelingen uit de bergen nog teruggebracht hebben, begeleid hebben. Er zijn er een paar die nog geprobeerd hebben een, hoe heet zo'n ding nou? Een Jelte Groen, hoe heet dat ding nou? Een blocking position. Nou, dat is, er zijn een paar jongens die echt wel wat geprobeerd hebben, maar ja, het was ook vrij lastig. Maar er waren er ook een hele hoop, die hebben gewoon de hele val van de enclave in de bunker gezeten en die hebben geklaverjast. Ik bedoel, dat is ook gebeurd. Wat ik meest herinner is dat boek van David Rhodes over een beetje de onthulling hoe het gegaan is. En die beschrijft dat op een gegeven moment bij zo'n rood blok er een Servische patrouille nadert. En dat de Nederlandse Dutchbatters hun scherfvesten al uitdoen en hun helmen al in de hand hebben om af te geven aan de Servische, zodat zij verkleed als VN'ers, als blauwe helmen... hun werk kunnen gaan doen. Denk je dat dat echt gebeurd is? Dat het zo erg is geweest? Ik ken de verhalen ook. Ik ken ook de verhalen dat er in ieder geval 1 IPR in handen is gevallen van de Serviërs. Dus gewoon een Nederlandse UN-panzerwagen waar de Serviërs mee rondgereden hebben. Nou, of dat vrijwillig gegaan is, dat weet ik niet. Maar dat er in ieder geval ook door de Serviërs gewoon uniformen en spullen afgepakt zijn van de Nederlanders. En ze hebben niet geschoten. Ik denk niet dat de Nederlanders... met een getrokken geweer hebben geprobeerd dat tegen te houden. Nee, dat denk ik niet.